Welkom allemaal bij NICE Online. Wel vanuit de Lokhal, maar helaas niet met jullie in de Lokhal. We hadden natuurlijk gehoopt dit NICE overleg met jullie samen hier te kunnen doen. Maar in deze tijd moeten we toch nog een beetje blijven omdenken. Maar we hopen toch op deze manier jullie vanmiddag goed te gaan ontmoeten. Mijn naam is Robin Brugman, adviseur cultuureducatie bij Kunstloop Brabant. We hopen op deze manier er een mooie middag van te maken en jullie te informeren over recente ontwikkelingen. Maar ook met jullie in gesprek te gaan als het gaat over de ontwikkelingen van cultuureducatie in onze provincie. Nou, dat ga ik vanmiddag niet alleen doen, maar samen met een aantal collega's die hier op locatie zijn. Thema CMK 3, de cultuurloper, EV, netwerk en professionalisering. En daarna gaan we aan de slag in de kletscafés. Een nieuwe periode om te groeien, een nieuw fris begin, net als de lente. Maar we hopen ook dat je ermee gaat saaien. Zoals we dat ook doen binnen CMK. Zaaien, oogsten en delen met elkaar. Met jullie, met collega-instellingen en partners, gemeenten en het onderwijs. Met als doel natuurlijk uiteindelijk de kwaliteit van cultuur-educatie samen te verbeteren en de positie ervan binnen onderwijs te versterken. Dan maken we ook gebruik van een Slido. Dat is een online tool waarmee je tijdens dit eerste uur ook je input kan geven op een aantal vragen die we hebben. Je ziet steeds een andere vraag in het scherm. En er is al één antwoord op de eerste vraag, namelijk: Waar kijk jij naar uit in CMK3? En tijdens dit eerste uur komt er steeds een vraag die je kan beantwoorden door naar slido.com te gaan en de code die je in beeld ziet in te typen. Deze vraag gaan we zometeen met Max beantwoorden, dus je hebt nog even tijd om erover na te denken. Maar vul hem alvast in: Waar kijk jij naar uit in CMK3? We gaan aan de slag. Het eerste onderwerp is CMK3 en daar beginnen we met een filmpje. Mijn favoriete vak is knutselen, tekenen en kleien. Ik vind het leuk om samen te doen. Dan kan je ook met iemand praten. Als ik thuis kom van school, dan ga ik het allerliefste tekenen en knutselen. En muziek maken. Ik zou graag op scholen meer muziekles gaan doen, omdat je dan niet de hele tijd hoeft te concentreren op je werk, zodat je ook eventjes iets anders kan doen. Daarom werken mensen uit heel veel plekken samen om zoveel mogelijk kinderen in Brabant blij te maken met kunst en cultuur. Met deze aanvraag kunnen ze dat bereiken. De kinderen net zoveel plezier te kunnen hebben met kunst en cultuur als ik. En als eerste aangeschoven bij ons voor het thema Cmk3 is natuurlijk Max, collega van Kunstlok, adviseur cultuureducatie en cultuurbeleid en ook penvoerder van de nieuwe Cmk3 periode. Fijn, Max, dat je erbij bent. Ja, Dank je wel. Het is echt een talkshow, zijn we ja. Heerlijk. Ja. Hey, Max, een vraag aan jou als het gaat over CMK3. Mm -hmm. uh, CMK3 is natuurlijk een samenwerking tussen de provincie en de kleine gemeente van Brabant. En nu komen daar ook de B5 zonder Eindhoven mm -hmm. bij. Ja. Wat betekent dat voor het project? Nou ja, dat betekent dat uh, de massa van het project groter wordt. En dat betekent dus dat we ja, afgelopen jaar hebben gewerkt aan een gezamenlijke aanvraag. En dat er dus extra mogelijkheden ontstaan om samen te werken met de steden, met hun ontwikkelkracht. Uh, ook ook laten we zeggen, in te zetten voor het geheel. Uh, we kunnen effectiever werken. We hebben meer. Uh, we, hebben meer uh, we kunnen de penvoering hoeft niet meer op zeven plekken of op zes plekken tegelijk te gebeuren. Maar dat wordt nu op één plek gedaan, nee. binnen hetzelfde aantal uren. En dat betekent dus dat je daarmee uh, zeggen, een, uh, meer tijd overhoudt... om zeggen, te investeren in gewoon het primaire proces... of in ieder geval uh, de, de, de activiteiten richting scholen ja. en richting intermediairs. Dus uh, we hebben eigenlijk een slag gemaakt uh, op, uh, op efficiëntie. En uh, ja, we, we, we hopen daarmee ook inhoudelijk... Uh, uh, gewoon uh, betere resultaten uiteindelijk te gaan halen. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld uh, uh, als je scholing hebt... Kun je uh, makkelijker scholingen vol krijgen, waardoor het dus effectiever is. Omdat je gewoon een groter aanbod hebt aan, aan, aan partijen die daaraan deel kunnen nemen. Exact. Dus dat is ja. eigenlijk de. Uh, zeg je, de ja, het is natuurlijk los van de inhoudelijkheid, maar ja. als je het vanuit mijn penvoeringsformele uh, kant bekijkt, is dat eigenlijk de. de, de dat orde. stukje effectiviteit. Ja, ja effectiviteit. Je ja. ja, bedoelde nou. net in je verhaal ook de ontwikkelkracht. Kan je daar iets ja. over zeggen? Nou, ontwikkelkracht gaat natuurlijk over dat. Uh, dat bijvoorbeeld uh, op bepaalde thema's uh, is in de steden veel meer expertise als, aanwezig als in, uh, ik zeggen, in, in de omgeving. Dan hebben we ja. het bijvoorbeeld over achterstand uh, of uh, kansengelijkheid. Uh, daar hebben ze gewoon veel meer ervaring mee. En die ervaring kan dus nu op een gemakkelijke manier breed worden gedeeld. Ja. En dat, uh, ja, dat is een voorbeeld van, van, van die toegenomen ontwikkelingskracht. Uh, uh, waar, waar we gewoon, denk ik. Hè, met z'n allen van profiteren. En omgekeerd denk ik dat de steden ook veel baat kunnen hebben... bij bijvoorbeeld uh, de aanpak die wij in de cultuurloper hebben ontwikkeld. Ja, uh, wij weer van de ladenkast. En zo krijg je al die interactie die langzamerhand zo uh, gaat plaatsvinden... waar, waar we nu aan, uh, aan, aan aan het werken zijn ja. eigenlijk... om dat ook allemaal in gang te zetten. En dat moet gewoon een hele goede... Dat wordt gewoon iets heel moois straks. Mooi ja. dat dat zich kan gaan verbinden en ja. dat daar kans in Ja, ja. 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 Een vraag daarbij, Max, is hoe mag je het beschikbare budget gaan inzetten? Daar hebben we ook wat vragen over gehad. Kun je daar iets over benoemen? Ja, kijk, um, we hebben natuurlijk... Uh, uh, um, nou heb ik het wel even heel sterk over de, het, de kleinere, uh, de, de, de 90.000 uh, 90 in, inwoners. Ja. De gemeente met minder dan 90.000 inwoners... Uh, want over de grote steden, uh, daar, 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 die laten wij vrij om dat, uh, om dat ja. te doen. Wij, uh, uh, wij proberen zoveel mogelijk wel de, dezelfde richtlijnen te hanteren... als dat we uh, in de vorige regelingen hebben gedaan. Omdat dat ja, eigenlijk ook een soort, soort continuïteit biedt uh, mm -hmm. waar mensen naar zoeken. We proberen daar wel iets meer maatwerk te doen. Uh, daar betekent eigenlijk dat we zeggen... Nou, uh, besteed ongeveer de helft van, je, van het beschikbaar budget wat je lokaal hebt... Aan die uh, zeggen aan de kost aan de uren van het intermediair mm. en de andere helft kun je aan projecten besteden aan scholing aan uh, nou ja, gewoon richting de scholen uh, experimenten mee, mee mogelijk te maken we willen daar wel uh, ook naar kijken als dat tot problemen leidt het is voor ons geen dogma in die zin nee. uh, maar het is wel een soort beginsituatie omdat je um, uh, ja, Je hebt wat ruimte nodig om, 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 om dingen mogelijk te maken. Nee. Maar tegelijkertijd zien we ook wel steeds meer dat die uren van de intermediair natuurlijk heel belangrijk zijn. Absoluut. Om juist die ontwikkeling ja. op gang te houden. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk de reden daarvoor. Um, ja, dat, 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 dat is eigenlijk de basis voor, uh, voor de inzet van, van middelen. Ja. ja, precies. Ja. En daar zit, je geeft al aan, er zit maatwerk in. Dus daar... ja, ja, C ja, CMK3 gaat natuurlijk op. Op veel manieren, dat zullen we straks ook zien bij de andere presentaties, over ja. maatwerk, over ja. de manier dat je probeert om zoveel mogelijk aan te sluiten bij, uh, ja, bij, bij lokale ontwikkelingen. Um, uh, ook bij de ontwikkeling uh, van scholen. Hè. Daar zit ook heel duidelijk iets in uh, dat we zeggen van uh, de, de, de regeling uh, spreekt heel duidelijk van scholen die we nog niet bereikt hebben, waar, waar die moeilijk te bereiken zijn, die moet je nu gaan bereiken. Dat betekent ook dat je eigenlijk de, de systematiek. Die we hadden met DCL, bijvoorbeeld hè, de cultuurloper, um, een klein beetje ook losser moet kunnen laten. Dat zal ongetwijfeld lokaal al veel gebeurd zijn. Maar ook in, in het concept laten we dat nu echt los en maken we het heel duidelijk dat je, dat je om een school te verleiden best wel een stukje van de cultuurloper zou kunnen inzetten. Of een stukje ja. van de ladekast. Of, of gewoon zeggen van nou, school, wat wil je? Wat, ja. wat zou nou jouw eerste. Stap zijn die jij opzet op, op, op een pad richting het, het, het verankeren van cultuureducatie. Ja. Ja. En dat, uh, dat, nou ja, dat proces mag je op gang trekken. Daar is het maatwerk uh, uh, voor mogelijk. En uh, nou ja, dat is inderdaad ja. gewoon alles wat... Uh, uh, ja. En dat zegt dus eigenlijk ook iets, als ik jou beluister, over de keuzes die je maakt. Dus de scenario's die je in school kan schetsen als intermediair, ja. daar zit ook ruimte in. Daar zit ruimte in, daar zit ruimte in voor, uh, voor ook, ja, nogmaals voor maatwerk. Ja, dus ja. Voor, uh, je, kunt, je kunt ook daarin uh, combinaties maken als je ja. als scholen op een gegeven moment... Uh, um, Zeg een andere in een hoge versnelling willen... Of, 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 of juist in een lagere versnelling willen... kun je ook een beetje switchen van ja. traject. En dat, dat is wel echt een, een verandering ten opzichte van CMK2... waar in ieder geval in concept toch vrij strak was... van ja. je, je werkt met DCL, dat is de stappen die je doet. Dat dat lokaal natuurlijk op gevarieerd werd, dat is logisch. Maar uh, daar, daar zit nu echt wel een, een, een stuk meer ruimte in. En ik denk ook dat het fijn is dat we dat gewoon met z'n allen vaststellen... en dat we daar ook gewoon over kunnen hebben. Nou, ja. uh, zo. Ja, mooi. Ik ga even kijken, Max, naar onze slider Wat namelijk de uh, reacties vanuit uh, okay. thuis zijn, zal ik maar <laughs> even zeggen. Namelijk, waar kijk je het meest naar uit in CMK3? Nou, er zijn 14 reacties tot nu toe gekomen. Uh, je ziet dus de code. We gaan zo meteen ook weer een nieuwe vraag stellen, dus hou hem maar bij de hand. Mm -hmm. En wat opvalt, nou nee, ja, die vraag ga ik aan jou stellen. Wat valt je op, Max? <laughs> Ja, het de, 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 de thema kansengelijkheid is natuurlijk... Uh, 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 ik neem aan dat hoe groter uh, de woorden staan, exact, hoe meer dat het genoeg exact. is. Exact. <laughs> um, dus dus ik, vind, ik vind het heel uh, uh, leuk om te zien dat mensen daar... Uh, dat, dat ze daar naar uitkijken om daar uh, op de, op de, uh, mee bezig te gaan zijn. Ik, ik denk dan wel, weet je, wij zijn echt kansengelijkheid. Cultuureducatie is natuurlijk, gaat over kansengelijkheid. Daarom doe je het, daarom zit je in die school... Uh, ga je naar de school toe om alle kinderen in aanraking te brengen met kunst en cultuur? Dat is kansgelijkheid. Maar ik denk dat je daar. We zeggen voor specifieke groepen en specifieke doelgroepen nog best heel ja. veel meer resultaten op kunnen sluiten natuurlijk ook heel erg aan met de gemaakte plannen hè, waarin natuurlijk een thema als kans ja absoluut heel erg naar ja neem me ja, daarom dus ja. daar, daar kun je natuurlijk van alles mee doen ja. uh, en nieuwe ontmoetingen ja. is vind ja. ik ook heel vind ik heel positief omdat ja daar zit natuurlijk zitten nieuwe partners in nieuwe uh, uh, dus ja ik, ik ben ook uh, ik ben zelf ook heel erg benieuwd moet ik zeggen naar alle nieuwe mogelijkheden die gaan ontstaan en ja. uh, hoe hoe dit traject, het is natuurlijk een spannend traject, hoe dat, hoe dat, hoe dat zich gaat, hoe dat gaat uitpakken. Ja. Ja. Ik ben echt u. heel benieuwd. Ik kijk nog even uh, of er nog vragen uit de chat zijn om te beantwoorden. Nee? Dan is het een helder verhaal, Max. Dank je wel okay. voor nu. Ik ga vast de volgende ja. vraag aanzetten, als het goed is gaan die jullie die nu ook in beeld zien. Namelijk, wat gun je de Brabantse scholen in het herziende DCL-traject? Zometeen sluit Esther hier aan, ik ga eerst een filmpje opstarten. En dan gaan we het met elkaar hebben over het herziende DCL-traject. Maar denk vast na over deze vraag en vul hem vast in via de slido. Wat gun je de Brabantse scholen in het herzienen TCL-traject? Voordat Esther aansluit, eerst even een filmpje waarin Bram al toelicht wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Hallo, ik ben Bram Relau en ik ga jullie meenemen in de herziening van de cultuurloper. Hoe is die cultuurloper nou herzien? Veldverkenningen, acht jaar ervaring hebben ons veel inzicht opgeleverd. We hebben hamerstukken ingericht. En die hebben geleid tot dat we heel concreet in beeld kregen. wat de fases moesten zijn die een school door moest. en wat die resultaten per fase nou zouden moeten zijn. Dat hebben we weergegeven in een nieuw processchema. Alle gespreksstappen en instrumenten zijn herzien. En er is een nieuwe website ingericht specifiek voor intermediairs. Wat zijn nou de uitkomsten? Van acht stappen naar vier fases en drie lijnen. Daarin hebben de vaste gespreksstappen een plek gekregen. Flexibel inzetbare instrumenten en producten, die kunnen daar overheen geplaatst worden. En de competenties en de indicatoren zijn niet meer verplicht in de stappen ingebakken, maar zijn flexibel in instrumenten ondergebracht. Hier zien we het schema, de fases. Fase 0 is een intakegesprek. De scholen gaan meedoen met CMK. De eerste fase start, verkennen. Scholen gaan ambitie formuleren op het gebied van cultuuronderwijs. Wat is de waarde van cultuuronderwijs voor ons? Hoe willen wij dit inzetten? Fase 2, experimenteren. Wat betekent dat dan als we dit willen? Met wie zouden we dat kunnen doen? En in fase 3, dan is bekend wat de school wil en dan gaat het echt de diepte in. En fase 4, borgen. Dus hoe krijgt deze ambitie nou een vaste plek in het curriculum? Bovenaan de blauwe balk, professionalisering. Het was één stap in het cultuurlopertraject. Nu hebben we het er als uh, blauwe lijn door het hele traject weergegeven. Professionalisering kan altijd van toepassing zijn. De lijnen. De lijn van het onderwijs, de lijn van de leraar en de lijn van de leerling. Door dit uit elkaar te trekken, geven we scholen en de procesbegeleiders op scholen meer inzicht in wat ben je nu aan het doen en op welk niveau is er iets nodig. De lijn van het onderwijs, als we deze ambities willen waarmaken, als dit onze visie is, wat hebben we daar dan voor nodig? De lijn van de leraar, hoe ga ik daar als leraar aan werken? En de lijn van de leerling, hoe ga ik als leerling daarnaar handelen? De gesprekstappen, die hebben we daar in een plek. Het intakegesprek, vooraf. Als er gekozen wordt voor de cultuurloper, volgt een ambitiegesprek. Maar dat is nu ook een teambijeenkomst geworden. Dus we halen meteen het hele team erbij in de fase experimenteren komt er een voortgangsgesprek. Nog een voortgangsgesprek om de lijn van de leraar, het gedrag van de leraar en wat hij misschien meekrijgt, om dat te vertalen naar wat betekent dat dan voor de leerling. En een eindgesprek, borging is bereikt op de ambities. En het gas gaat er weer even een beetje af. Maar de school blijft natuurlijk gewoon doorgaan, de lijn gaat verder. Klik, als we dit op school willen. Wat betekent dat voor mij als leraar en welke professionalisering heb ik daarbij nodig? En op de lijn van de leerling, het cultureel zelfportret, om die ontwikkeling van de leerling ook te gaan volgen. En de andere instrumenten, die kunnen naar eigen inzicht en uh, op maat hierin altijd een logische plek vinden. Dan hebben we voortgezet onderwijs. Het is hetzelfde schema, alleen er is één lijn bijgekomen: de lijn van de organisatie. Welke beweging willen we maken met de hele school? En met wie? Nou, het vormen van een kernteam, dat kan daar een mooie rol in spelen. De nieuwe website, daar zien we het ook mooi terug. Verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen, rechtsboven. Die hebben allemaal hun eigen pagina gekregen, waarin we kort toelichten wat de kern is van die fases. En een belangrijk element op al die pagina's is, wat is er na deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van het onderwijs, de leraar of de leerling. Door deze drie tabbladen op elke fase helemaal uit te splitsen, zijn er een aantal heldere doelen ontstaan en weet je als procesbegeleider en als school. Nou, wij kunnen nu echt naar de volgende fase. Neem een kijkje op de cultuurloper.nl om te zien hoe het er verder allemaal uitziet. En mocht jullie vragen hebben, opmerkingen hebben of wat dan ook, jullie weten ons te vinden. Dank jullie wel voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Yes, en inmiddels, nadat we Bram hebben gezien in het filmpje, is aangeschoven mijn collega Esther. Esther, collega adviseur cultuur-educatie en beeldende kunst, maar ook DCL-procesbegeleider bij ons, Kunstelijk Brabant. Esther, fijn dat je er bent. We hebben al even gekeken naar een filmpje waarin Bram veel vertelt over de herziening van de cultuurloper. Maar uh, als je kijkt naar specifiek de gesprekken met de scholen, wat is daarin veranderd? Ja, ik denk dat het wel goed is om even wel te duiden. Het lijkt alsof er heel veel veranderd is. Maar in feite is de cultuurloper nog steeds een proces wat je met een ja. school loopt van een ambitie naar borging. Um, dus voor de scholen die nu al bezig zijn, al twee of drie jaar of langer, uh, zal het in de praktijk geen grote verandering uh, geven. Mm -hmm. uh, de nieuwe website die hebben we wel helemaal aangepast en we hebben de stappen. Uh, weggehaald, meer in fases ja. opgedeeld. En de website is vooral ook bedoeld voor de procesbegeleider, voor de intermediair. Mm -hmm. Dus daar hebben we eigenlijk de afgelopen jaren opgehaald bij intermediairs in de praktijk van wat zijn nou eigenlijk verbeterpunten in dat traject. Ja. En daar is die herziening eigenlijk uitgerold. Dus het, heel erg, ja, het is heel erg samen. Ze uh, dus hebben we ook met elkaar gedaan. Met elkaar hè? gedaan. Ja. En de gesprekken die we eerder voerden, het ambitiegesprek, daar is weinig aan veranderd. Het comma-gesprek heet nu het voortgangsgesprek. Dat is in feite ook weinig anders. Wat wel uh, nieuw is, is het eindgesprek. Ja. Uh, voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn, uh, op de website uh, vind je daar ook een format voor. Um, maar het, en het intakegesprek is veel uitgebreider geworden. Ja. Zou je daar iets nog over kunnen toelichten over die gesprekken? Ja, wat betreft het intakegesprek, uh, dat zit nu echt aan de voorkant. Het is eigenlijk mm -hmm. veel meer een C.M.K. In intakegesprek, want je gaat in het intakegesprek met de school uh, verkennen, uh, ja, hoe het scenario van hun traject C.M.K. traject eruit gaat zien. Dat kan een cultuurlopertraject traject zijn, maar dat hoeft niet. Uh, dus je gaat vooral eigenlijk in dat intakegesprek eerst ophalen van wat willen ze nou eigenlijk met cultuureducatie. Dat is eigenlijk ook het onderdeel wat uh, veel al in de uh, ambitiegesprek zit, maar dat, dat ga je eigenlijk aan de voorkant Volkant, halen ja. al. En vanuit daaruit ga je kijken: van ja, wat is dan haalbaar voor jullie? Hoeveel financiële middelen, middelen hebben jullie beschikbaar? Of hebben we beschikbaar? Uh, hoeveel tijdsinvestering is er bijvoorbeeld voor professionalisering van het team? Mm -hmm. En zo kun je veel meer naar een soort scenario toewerken in ja. het intakegesprek. Dat maatwerk haalbaar waar is. Max het net al over had, ja. het zit echt in dat gesprek. Op dat eigenlijk. zit in dat gesprek. Dus dat gesprek is veel meer body gekregen. Ja. Dat staat veel steviger nu dan dat het voorheen uh, mm -hmm. was. Ja, ja. Als je kijkt naar de andere gesprekken, je benoemde al even het intakegesprek. Kan je nog iets toelichten over de andere gesprekken in de verschillende fases? Uh, ja, het ambitiegesprek is ook beschikbaar voor het hele team. Uh, we merkten gewoon in de praktijk dat dat heel veel opleverde... Ja. om ook al met het team meteen aan de voorkant al de ambities te formuleren. Ja, je kunt daar ook zelf je eigen uh, keuzes in maken. Hè. Als er al een hele duidelijke ambitie is in een school... dan kun je dat ook opknippen en... Ja, daar andere keuzes in maken. Ja. Dus, dus het zijn ja, formats. Ja, precies. Ja. Als je dan kijkt naar het voortgangsgesprek, kan je daar nog iets over zeggen? Uh, ja, dat was het oude comma-gesprek, dat kun ja. je in de verschillende fases kun je dat inbrengen, uh, ook weer op maat. Um, en je gaat echt in de het oude comma-gesprek was echt even een comma zetten van ja. kijken waar sta je nu en wat is er nog nodig richting die ambitie, richting mm -hmm. borging. En daar is eigenlijk uh, het, het voortgangsgesprek een belangrijke tool voor. Ja. Dat kun je ook weer op maat aanpassen naar een eigen uh, ingekorte versie. Dus ja. dat kun je ook één keer doen of twee keer doen. Het is ook afhankelijk van wat er nodig is. Ja. ja, en ook afhankelijk van in welke fase je zit. Dus je kunt het op meerdere plekken inzetten. Ja, zeker. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar het eindgesprek, want dat is... Dat is nieuw, ja, nieuw, dat hebben we nog helemaal nooit gedaan. Dat is een nieuw idee. Uh, en dat is echt: ga, je gaat echt even een, een punt zetten achter de intensieve begeleiding. Uh, dus ik kan me zo voorstellen: als je als school uh, een aantal jaren bezig bent geweest en uh, je hebt eigenlijk in die fase borging al heel veel bereikt. Een heel groot deel van de kenmerken van die fase zijn al bereikt en dat stem je samen met je intermediair af. Dat je gewoon zegt van we gaan nu eigenlijk een punt zetten achter dat hele intensieve mm -hmm. cultuurlopertraject. Ja. En uh, het eindgesprek is eigenlijk vooral een feestelijk eikpunt. Ja. Dus het is ook echt een feestje om dat gesprek te voeren. We vragen een leerling aan tafel. Er uh, zit een leuke beeldende opdracht aan vastgeknoopt. Oh dus op dat gebied is het wel echt minder. Uh, ja uh, gericht op uh, ontwikkeling, Maar nee. echt gewoon. Maar je zet eigenlijk een punt, een punt ja. in de intensieve begeleiding. In de intensieve begeleiding. En daarna blijf je natuurlijk als intermediair wel betrokken bij ja. de school. Uh, bijvoorbeeld als er weer vragen komen. Maar uh, ja, die intensieve begeleiding ja. van het cultuurlopen traject rond je dan af. Rond je af. dan af. Ja. ja. Je hebt denk ik de vraag al wel beantwoord, maar misschien kan je er nog iets over benoemen. Hoe zet je nou die instrumenten en documenten die ook allemaal op de website te vinden zijn, hoe zet je die nu als intermediair in? Um, ja, ik zou denken um, dat het goed is om er gewoon even kennis van te nemen en te kijken van uh, waar zou ik. Um bij die school de focus op willen leggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld toevallig uh, pas geleden een intakegesprek, nieuwe stijl meegemaakt. Mm -hmm. uh, dat duurde echt anderhalf uur. Dan gingen we echt uh, doorvragen op uh, wat is de ambitie van de school. En hoe past dat bij hun uh, ja, wat ze eigenlijk hebben aan mogelijkheden? Ja, ja. Het bleek dat die school uh, ook al bezig was met twee andere verandertrajecten. Dus uiteindelijk de uitkomst van het ambitie van het intakegesprek was het scenario dat ze. Uh, de cultuurloper wat meer gingen integreren in andere verandertrajecten. Ja. Dus zo zet je die documenten eigenlijk in als een soort uh, richtlijn. Uh, maar kijk vooral wat is in deze fase nodig? Wat ja, is ja, nu ja. even nodig om ja. op te halen? Dus en er zit een samenwerkingsovereenkomst bij... maar dat is ook aan de intermediair, ja. aan de school of je dat inzet. Ja, dus echt als ik jou goed beluisterd is, hou vast wat je mee kan ja. nemen... Precies. Maar je maakt wel heel duidelijk zelf keuzes ook wat je wanneer inzet. Ja, en dat je goed kijkt naar, kijk, een, een gespreksdocument is ook maar een middel. Ja. Uiteindelijk gaat het om, de, om het doel wat je ja. wilt bereiken in die fase. Namelijk, bijvoorbeeld in de intake wil je gewoon weten hoe gaat het globaal eruit zien, dit traject voor de school. Dat Precies. is eigenlijk het doel. En ja. dat is eigenlijk wat die fases wel helder aangeven: van wat, wat mag er zichtbaar ontwikkeld zijn. Uh, op de verschillende lijnen na zo'n fase? Ja, we hopen ja. Met, met, op de website hebben we daar ook een voorzet tegen. We ja. hopen daar echt de procesbegeleider, de intermediair in te kunnen ondersteunen. Dus ja. dat is echt voor, ja. Ja, voor uh, mensen die scholen begeleiden, uh, hopelijk heel hulp, hulpzaam. Hopelijk, laten we het hopen. <laughs> uh, we gaan ondertussen ook even kijken naar wat de reacties zijn op de vraag... wat gun je de Bra Brabantse scholen in het herziende DCL-traject... Dan ga ik even kijken of het mij lukt om daar doorheen te gaan, want ik zie er nu maar een aantal. Maar als je hier naar kijkt, Esther, wat valt jou daar dan in op? Um, ja, ik vind het wel mooi, die bewustwording. Um, en ik denk dat heel veel dingen uh, die in het herziene, uh, cultuurlopen traject zitten, ook echt als doel hebben die bewustwording. Um, dus daar. Uh, ja, dat valt mij op. En heel veel zaken die ik nog meer zie, uh, cultuureducatie vanzelfsprekend onderdeel. Ja, dat heeft allemaal met die bewustwording te maken van hoe ga je dat dan concreet doen. En in mijn ogen is de cultuurloper nog steeds een proces waarin je hele kleine stapjes zet op al die niveaus. Ja. Uh, waarin je steeds meer ontdekt wat het betekent om cultuureducatie bijvoorbeeld een vanzelfsprekend onderdeel te maken in het curriculum. Dus ja. dat, dat is denk ik wel iets wat me opvalt. Mooi. Ik zie ook, en dat sluit denk ik aan bij ons gesprek van nu, de flexibiliteit in mogelijkheden passend bij de school. Mm -hmm. Nieuwe, breder en diepere ervaring. Ik zag inderdaad ook dat ze zelf meer de bestuurder worden van het traject. Yeah. Gezamenlijk verlangen, vanzelfsprekendheid haal, haal die er al uit. Maatwerk, traject dat past voor de school in plaats van dat de school in het traject moet ja, passen. Dat mooie, ja, dat ja. is het mooie. Dat is hopelijk uh, wat het, uh, ja, dus zie het vooral, de herziening zie het vooral als gewoon de opbrengst van wat we de afgelopen acht jaar met, met de elkaar. cultuurlopen ja. allemaal ontdekt hebben. Ja. En uh, een, hopelijk een, een, ja, kan de website daar ondersteuning bieden om juist dat maatwerk te kijken wat past voor deze school, om dat uh, daarin te bewerkstelligen. Dus daar gaan we weer voor, daar gaan we nog steeds mee verder. Dus Super. in feite is dat, ja, wat... Wat de toekomst. Uh, Helemaal goed, krijgen. dankjewel Esther. Ja? Okay. Zijn er nog vragen, Marlijn? Er is een vraag. Ja, Dian vraagt in hoeverre, verhoudt de DCL met in hoeverre verhoudt DCL zich tot curriculum.nu? Ja, curriculum.nu vind ik lastig, want daar ben ik nog niet heel erg van op de hoogte. Maar in feite bereid je uh, scholen wel voor op een nieuw curriculum. Maar ik denk dat het gaat, als het gaat over competenties, ik weet niet in hoeverre uh, de vraag van Dian daarop gericht is. Uh, maar als het gaat om competenties, um, dan is dat nu wel een, een onderdeel van uh, niet meer een, een iets waar je heel erg op stuurt, maar meer iets wat je flexibel kunt inzetten. En als ik. Ik ben niet heel goed bekend met curriculum.nu, maar ik denk dat de competenties die we hadden daar goed op ja. aansluiten. En dan weet ik dat er dadelijk iemand hier aan tafel komt, Bram. Die gaat iets vertellen over Evi en dat sluit er eigenlijk heel mooi bij aan. Dus oh, we gaan... dat is mooi. Dan misschien is het Laat al een betere En hopelijk geeft dat al antwoorden. input op de vraag ja. van Diane. Er is nog één laatste vraag, Marlijn. Ja, er wordt ook nog gevraagd om presentatie van de culturele ladekast Die vandaag niet. Nee. nee. Dat klopt, hebben we hebben vandaag geen presentatie van de culturele ladenkast. Uh, dat is natuurlijk wel een onderwerp waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. En samen met de steden, ik mag gelukkig natuurlijk zelf ook voor, uh, voor de stad Tilburg werken. Daar gaan we mee aan de slag en we gaan ja. dat juist ook meenemen in de komende jaren. Om uh, ook dat instrument, zeker voor de intermediairs, uh, wat meer in beeld te brengen. Het lijkt me een mooi onderwerp voor een vervolgbijeenkomst. Absoluut. Ja, dankjewel Esther voor nu. Oké. Okay. We zeiden het al even, we gaan uh, zo meteen het hebben over het onderwerp EVI. Nou, dat sluit inderdaad heel mooi aan bij curriculum.nu. Klein filmpje uh, waarin al iets wordt verteld over EVI. EVI is een digitaal instrument voor scholen, die scholen inzicht geeft in de doelen en aanpak van cultuuronderwijs. Ze geeft feedback, tips, maar ook ideeën en inspiratie aan scholen. En het helpt scholen om bijvoorbeeld jaarlijks te evalueren of tweejaarlijks te evalueren met het team over waar de school mee bezig is als je het hebt over cultuuronderwijs. En uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat cultuuronderwijs zichtbaar wordt op de school. Zowel voor het team, maar ook voor het bestuur en de ouders. EFI helpt scholen om zicht en grip te krijgen op hun cultuuronderwijs. En EFI zorgt er ook voor dat je inzicht krijgt in de stappen die al zijn gezet. Je hoeft dus niet vanaf nul te beginnen. Het gaat er heel erg om van waar sta je nu als school. En op basis daarvan kun je concrete handvatten gaan... Ontwikkelen en aanbieden voor actie om cultuuronderwijs te verbeteren. Uiteindelijk heb je dan een gespreksinstrument waarmee je met je team en je bestuur, maar ook met externe partijen kan gaan praten. En inmiddels aangeschoven is collega Bram. We zagen hem natuurlijk ook al even in het filmpje over de Cultuurloper nee. En met Bram ga ik het hebben over Evie. Maar ook daar een vraag via de slido. Uh, we vinden het leuk als je met ons meedenkt. De vraag die je mag beantwoorden is als volgt: op welk onderwerp, visie, deskundigheid, programma en samenwerking van EVI, dus op welk van deze onderwerpen van EVI, denk je dat jouw scholen het verste zijn? En let op, je kan maar één antwoord invullen. Dus ik nodig je uit om na te denken over waar denk je dat jouw scholen het verste in zijn. Die kun je aanklikken en dan gaan we zo meteen kijken wat daarop geantwoord is. Maar fijn Bram dat je er bent, collega adviseur kunst, educatie en professionalisering bij Kunstler Brabant. Veel met Evi aan de slag geweest. Zeker. Uh, kun jij ons nog iets meer vertellen over wat Evi is? Ja, dat kan ik zeker. Evi is de afgelopen twee jaar ontwikkeld door een landelijke ontwikkelgroep. En het is een digitale vragenlijst over cultuuronderwijs. En die wordt één keer per twee jaar door de scholen ingevuld. En die gaat er eigenlijk over waar sta je nu, waar zou je naartoe willen bewegen. Afhankelijk van hoe tevreden je bent over waar je nu staat. Uh -huh. En uh, hoe ga je dat dan invullen, die beweging? En de uitkomsten zijn een rapport voor de school. En daar wordt eigenlijk de stand van zaken, zoals die nu is, heel mooi weergegeven. Maar daar wordt ook dus al aangegeven wat de ambities zijn en wat de wensen zijn. Uh -huh. Dus Esther vertelde net over het intakegesprek CMK. Daar zou Evi prachtig Inpassing. op tafel thuis horen zeg maar die uitkomst en dan heb je een heel inhoudelijke voedingsbodem ook voor dat gesprek waar de randvoorwaarden heel, heel belangrijk zijn maar even zorgt dat het gesprek voor een belangrijke inhoudelijke input ja. um, er komt ook een pdf poster uit die je kunt ophangen in de teamkamer zodat het hele team het mee kan, kan volgen wat je als school hebt ingevuld en het dossier blijft dus online bewaard in het systeem en daar werk je gewoon iedere keer aan verder dus kun je altijd naar terug kun je altijd naar doorverwijzen dus dat wordt een soort van online uh, uh, ja, piketpaaltjes uh, systeem. Ja, ja, ja. Want we, misten, we hoorden van heel veel scholen terug dat ze hou vast in het traject ja. misten. Van ja, waar zijn we nou? We zijn al zoveel jaren bezig. Nou, Evi is dus echt zo'n pas op de plaats die bij alle scholen past. Even uh, dat haakje maken. Waar sta je ja, nu? Ja, waar sta je nu? Ja. En uh, waar willen we naartoe? En daaruit komen dus, komt dus het rapport voor de school. Dat is persoonlijk voor de school ook. Dat wordt met niemand gedeeld, tenzij de school daar toestemming voor geeft. Mm -hmm. Daar hebben we expres voor gekozen, omdat in Drenthe en Groningen, waar het al acht jaar loopt, daar blijkt dat scholen dat heel fijn vinden dat ze het echt voor zichzelf invullen. Dus dan krijg je geen sociale wenselijkheid. Nee. Maar het rapport komt natuurlijk op tafel bij alle procesbegeleiders, trainers, co-teachers, professionalisering. Alleen als de school daar zelf echt voor kiest. Juist, ja. dan kun je er gewoon vragen: ja. hey, mag ik jullie even een dossier zien? Ja. Nou, daar is nog nooit nee op gezegd, dus dat komt wel goed. Ja, <laughs> en geanonimiseerde data worden daar uitgetrokken, zodat we op gemeenteniveau, op provinciaal niveau en ook op landelijk niveau kunnen gaan kijken van wat zijn nou de trends ja. en de ontwikkelingen. Hoe ver staan scholen in bepaalde ontwikkelingen? En daar kunnen we dus hele interessante data uit gaan halen, ook als het gaat over monitoring. Ja, want je benoemde het net al even de Groningen-Drenthe. Ik zie ja. hier een aantal partners ook in beeld. Het ja. is ook iets wat landelijk uh, is ontwikkeld. Ja, het is iets wat landelijk ontwikkeld is de afgelopen uh, twee, 2,5 jaar door een heleboel uh, ja. uh, collega-penvoerders uit de provincies. En uh, nu op dit moment in de nieuwe CMK 3 zijn er echt heel veel penvoerders die EVI in hun aanvraag hebben opgenomen. Het is nog niet verplicht gesteld door de overheid, dus we gaan er ook niet... Wij gaan ook geen politie spelen om het verplicht te stellen. Nee, maar we ja. hebben wel eigenlijk gezegd van, goh, het zou mooi zijn als we in de Brabantse gemeentes kunnen zeggen... EVI is de aftrap van CMK 3. Laten we dat met de scholen doen. Lang bezig, kort bezig, maakt niet uit. Pas op de plaats, vul het in en daarna heb je echt een mooi document om... De volgende stap, juist, om ook de, te de volgende duilen. stap. Samen te kunnen, ja. juist. Je benoemde al even, of ik benoemde ze zelf ook al even. De vier thema's die in Evi aan bod komen: ja. visie, programma, deskundigheid en samenwerking. Uh, hoe vul je Evi in? Wat, 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 wat doe je eigenlijk als school? Ja, je hebt een online vragenlijst. Daar ga je naartoe. De directeur en de ICC'er vullen het in. Mm -hmm. Ze kunnen dat onafhankelijk van elkaar doen of samen. En dat wordt gewoon allemaal opgeslagen. Maar op het moment dat ze op verzenden drukken, dan is hij die, voor, voor die keer is die weg. Is hij weg. Ja. Uh, vier pijlers, visie, programma, deskundige en samenwerking, inderdaad. Uh, er wordt gevraagd naar hoe sta je er nu voor, bij al die vier dingen. Waar zou je naartoe willen bij al die vier dingen? En dan staan er tien stellingen. En dan wordt gevraagd om de scholen om zich daaraan te spiegelen op elk van deze punten. Okay. Ja. De, en die tien stellingen, dat zijn de hoofdgebieden uit curriculum.nu. Want daar zullen we naartoe gaan bewegen. We willen die cultuur educatie verankeren in curriculum. Het ja. woord krijgt een vaste plek. Dus Evi sorteert daar zeer nadrukkelijk op voort, voor. En um, dat is aangevuld met nog een drietal stellingen die we echt uit de praktijk hebben gehoord. Van acht jaar CMK, zoals een onderzoekende houding. Uh, dat zijn echt van die dingen, die aan... ja, dus daar horen we zoveel terug. Dus die hebben we er ook bij gezet. Ook bij gezet. Kun je een voorbeeld geven van zo'n stelling? Ja, een stelling is bijvoorbeeld, wij vinden het heel belangrijk op school dat onze leerlingen ambachtelijke vaardigheden meekrijgt. In kunst- en cultuuronderwijs. Ja. Of dat ze creatief en innovatief vermogen meekrijgen. Of dat er uh, artistieke expressie en presentatie centraal staat. Of verbindingen leggen met andere vakken. Dus zo zijn er een tiental stellingen. En we horen al van ICC'ers in opleiding. We hebben dit uitgebreid gepilot, ook deze vragenlijst. Dat ze het ook inhoudelijk heel voedend vinden om die stellingen te lezen. Want dan denken ze, oh, oh hey, ja. dat, dat, dat kan ook met cultuuronderwijs. Ja. En hey, daar hebben we in de nood over nagedacht. Hoe staan we daar eigenlijk in? Dus Evi blijkt ook inhoudelijk voedingsbodem te geven als school. Om, om, hey, ja, ja, uit te nodigen om op door te denken. Ja. Mooi. Je benoemt al even wie Evi invult. Uh, en je zei volgens mij ook al, wanneer starten we in Brabant met Evi? Ja, we hebben nodig... de alle deelnemende CMK scholen in Brabant, dus die ja. gaan we bij, bij de intermediairs allemaal uh, ophalen. Nu zijn de gemeentelijke contracten uh, worden nu uh, op dit moment geregeld. Ja. Als dat geregeld is, kunnen we dus de scholen gaan opvragen bij de intermediairs. Dat zijn gewoon eenvoudige lijstjes met uh, drie vier gegevens per school, met name een e-mailadres is heel belangrijk. Dat gaat naar het LKCA en we hopen dat allemaal voor 1 juni uh, rond te hebben, zodat we daarna vanuit het LKCA gaat er dan een uitnodiging per e-mail naar de scholen toe. Om EVI in te gaan vullen. En nee, LKCA houdt dat allemaal bij. Of? LKCA is de beheerder van het systeem. Ah, ja, ja. En ja. Die, uh, die houdt het systeem bij. En van daaruit gaan dus alle dingen de deur uit. En komen ook weer de data binnen. Dus zij uh, zijn ja, de landelijke zagen, partner die, ja. die het uh, beheert. Dat betekent dat je als school dus niet hoeft aan te melden. Maar dat je dan in principe hopelijk rond 1 juni die ja. gegevens via de mail krijgt. Ja, je krijgt een e-mail. Dan ga je gewoon naar EVI toe. En dan maak je zelf daar je eigen pagina aan. En ja. je vult hem in. En dat blijft gewoon je eigen pagina. Mooi. Eén keer per twee jaar is de gedachte om het in te vullen en de directeur en de ICC dus. Ja, ja, helder. We gaan eens kijken wat er uit de Slido is gekomen: namelijk op welk onderwerp van EVI denk je dat jouw scholen het verste zijn? Kijk. Wat valt je op, Bram? Nou, ik vind het wel mooi dat er toch nog een aardige verdeling in zit. Het programma ja. springt er bovenuit, 44 procent. Um, samenwerking 33, dat vind ik uh, uh, mooi om te horen. Dus er is er al veel gaande. Dat is natuurlijk ook, ook te danken aan het harde werk van de intermediairs de afgelopen jaren om echt die, die, die culturele ja. omgeving er echt flink bij te trekken. Kijk. Oh, kijk, hij past hij zich aan. <laughs> um, visie 20%. Dus daar, daar zie ik dan nog steeds werk op de winkel. Dat ik denk van nou, laten we daar ook proberen om uh, uh, de scholen nog wat verder te triggeren om daar echt goed over ja. na te denken. En daar is even ook een prachtige opmaat Mooi. voor. En dan nou weten we natuurlijk, ik zei het al aan het begin, je kon maar één ding kiezen. Dus ik geloof zeker dat de scholen aan alles hebben gewerkt. Dat denk ik ook. Maar het is mooi om even zo'n eerste exercitie te zien. Ja, ik kijk even naar Marlijn. Vragen in de chat. Twee zie ik. Of er kosten zijn verbonden aan EVI voor een school? Ja, nee, er zijn aan EVI geen kosten verbonden. Mooi. Nee. Uh, en de volgende vraag van Marcia is de volgorde van bepaalde gesprekken. Dus... Uh, ze zegt hier: Start je met een nieuwe, nieuwe CMK-scholen dan met een CMK-intekengesprek? En daarna EVI en daarna eventueel nog een ambitiegesprek? Of een andere volgorde? Ja. Dat is haar vraag. Ja. Nou ja, een mooie, hele mooie vraag. Het is natuurlijk niet zo dat er één per se verplichte volgorde is. Maar een, uh, als ik even het, mijn, mijn ideaal zou schetsen, dan zou ik zeggen: Laat EVI invullen. Dan heb je een inhoudelijke passende plaats voor de school. Er zijn ook heel veel intermediairs in de landen die zeggen: Ik ga ernaast zitten als ze EVI invullen. Want dan hebben we tijdens het invullen al een heel mooi o, gesprek. gesprek. Dat zou ja. natuurlijk ook prachtig kunnen. En dan heb je dat EVI-rapport op tafel liggen bij het intakegesprek. En dan kun je zeggen: Zo, wij gaan CMK 3 in. Dit is ongeveer waar jullie nu staan. En ik zie, lees ook al een paar dingen terug waar jullie naartoe willen. Hoe gaan we dan een route pakken die voor jullie past? Cultuurloper, ladekast, eigen professionaliseringsdingen, lokale initiatieven, menus. Ja. Noem het maar. Wat past dan het beste? Zo gebruik je eigenlijk in jouw schets Evi ook als een soort van uh, nulmeting ja. of een soort van startpunt, ja. status quo om uh, ja. Richting, uh, het proces te Ja, inderdaad. En ook voor scholen ja. die al heel lang bezig zijn, kan het denk ik heel waardevol zijn om weer even te kijken: van ja, we zijn al heel lang bezig. Ja. Maar wacht eens even. CMK3, nieuwe periode, mooi moment om even, even te, weer te, te bezinnen doen. en even weer ja. opnieuw te kijken: van goh, waar staan we nog? Pas die cultuurloper waar we nu al acht jaar in zitten of nog vier gaan jaar gaan in zitten. Past dat nog? Ja. Of wat gaan we doen? Helder. Laatste vraag, Marlijn. De scholen van de grote steden, hoe zij aansluiten bij Evi, of dat ook via LKCA gaat? Uh, Evi wordt sowieso in alle via, uh, in, in de landen via het LKCA uitgezet, maar het gaat via de penvoerders naar het LKCA toe. En de steden zijn zich nog aan het beraden over deelname aan Evi. Eindhoven heeft in ieder geval uh, uh, toegezegd dat ze vanaf 2022 ermee aan de slag gaan... En uh, de andere steden die zijn zich nog aan het kijken. Maar mochten ze mee willen doen, dan gaat het dus via de penvoerder. De, ja, dat zijn ze zelf mee. <laughs> gaat het dan naar de toe. Ja. En dan, uh, dan kan dat ja. ja, Mooi. Mooi dat dat op die manier kan. Ja. Dankjewel Bram voor jouw input uh, over Evi. Graag gedaan. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat zijn de regionetwerken. Daarvoor ga ik alvast weer even... De Slido aanzetten, want ook daar zit een vraag bij die jullie mee mogen gaan beantwoorden. Of waar ik benieuwd naar ben wat jullie reactie is. Namelijk: Wat hoop je dat het Regionetwerk jou in CMK3 gaat brengen? Die vraag mag je zometeen via de Slido weer beantwoorden. Zijn we heel benieuwd wat daar voor reacties uitkomen. En die ga ik niet zelf bespreken, maar dat ga ik doen met een collega hier aan tafel, Diewetje. Diewetje de Nichter is collega van Erfgoed Brabant. Daar is zijn medewerker-educatie en ook DCL-procesbegeleider, collega Rolf. Collega natuurlijk vanuit Erfgoed Brabant. En daar ook werkzaam als medewerker-educatie, maar ook procesbegeleider voor de Cultuurloper. En heel actief bij de regio's. Want als je kijkt naar de kaders, de nieuwe kaders van de regionetwerken, kan je daar iets over zeggen? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Um, aan de ene kant hebben we natuurlijk um, minder uren te besteden. Ik zeg natuurlijk, maar die um, beweging waren we al in CMK 2 ingezet. Vandaar ja. ook dat we toen aan de slag gaan, zijn gegaan met de regionetwerken. Die hebben zich heel erg ontwikkeld. En vanuit die autonomie en ervaring gaan we eigenlijk door richting uh, CMK 3. En uh, mijn uh, collega's hiervoor uh, benoemden dat ook al, op welke manier dat is. Of dat met de cultuurloper is, of de culturele ladenkast. Of een uh, mengeling daarvan, of nog weer een aftakking daarvan. Dat gaan we met elkaar uh, ondervinden en uitzoeken. Ja. ja, en dat krijgt dus ook alle ruimte in die Absoluut. Ja. Ja, ja, En als je dan kijkt naar, nou, wij zitten natuurlijk als Kunstlok en Erfgoed ook in die netwerken. Kan je iets benoemen over wat onze behoeften daar eigenlijk van zijn, van die regionetwerken? Ja. Ja, natuurlijk. We hebben de behoefte vanuit regionenetwerken. We hebben ook onze eigen behoefte daarin, ja. die met name toch wel zitten ook op een stuk communicatie en op monitoring zeg maar. Um, ja, communicatie is natuurlijk belangrijk om in de uh, regio's de behoefte van de intermediairs op te halen, om die ook te kunnen delen vervolgens ja. met uh, de stuurgroep uh, CMK3. En um, ja, we hopen zo op die manier ook zicht te kunnen krijgen op elkaar, zicht te houden op elkaar en natuurlijk ook lijn aan te kunnen brengen in de ondersteuning. Want ja, ja, ja. Wel een heel belangrijk aspect dat je hè, vanuit die regio's ook wellicht gezamenlijk kunt optrekken of uh, uh, regio's kunt matchen. Denk bijvoorbeeld aan uh, professionaliseringsactiviteiten ja. wellicht die voor meerdere regio's interessant zouden kunnen zijn. Ja, en dan is het juist mooi om dat natuurlijk met elkaar te verbinden. Ja, precies. Ja. Welke wensen zijn er eigenlijk als het gaat over de netwerken? Nou, het zou heel mooi zijn als alle intermediairs uh, aansluiten bij een regio-netwerk. Vanuit ja. gelijkwaardigheid. En vanuit uh, een lerende, uh, lerend netwerk eigenlijk. Ja. Um, en wat heel mooi zou zijn, wij als adviseurs van Kunstlok en Erfgoed Brabant zijn al aangesloten bij de regionetwerk. Het zou ook mooi zijn als uh, de steden de uh, aansluiten vanuit de, de regio's. Ja. En op welke manier dat dan vorm gaat geven, ja, dat is ook nog iets wat we met elkaar gaan uitzoeken. Maar uh, ja. ja, dat gaan we doen de komende tijd. Doen. Precies. Ja. Ja, nee, dat is mooi. Ja. Je ziet hier al even, de regio's. Ja, dat zou een mooie ontwikkeling zijn. Absoluut, ja. Laten we even kijken wat de reacties zijn op onze vraag. we hebben het nu natuurlijk nu gehad over wat wij hopen... maar het gaat natuurlijk zeker... Ook over wat hopen we dat uh, de mensen thuis uh, <laughs> hopen dat het regionetwerk gaat brengen. Ik ga er even Precies. doorheen en ik ben benieuwd, golf wat jou vervolgens opvalt. Ja. Wat ik zie, ja, we noemen maar. Ja, ik zie sowieso wel uitwisseling tussen intermediairs, hè, maar ook tussen regionetwerken. Ja. Valt me natuurlijk meteen op waar we het over hadden. Hoe kun je ook wellicht tussen regionetwerken die verbindingen maken in, uh, in, in gezamenlijke ondersteuningsvragen. Ja. Um, ja, maar rot nog ik ga hier natuurlijk. Het samen leren natuurlijk, hè, ja. met en van elkaar. En ik denk dat dat voor de regio zich geldt en wellicht ook op een, een, een niveau daarboven. Ja. Uh, Verbinding POVO zie ik ook. Dat is denk ik ook wel interessant, hè, waar we heel erg naar zoeken, ja. van kunnen we dat ook in die regionetwerken een plek geven? Ja, en dat zal ook best nog wel een opdracht uh, worden, maar ja. uh, des te interessanter. Ja, kansengelijkheid, netwerk, uitwisselen van voorbeelden, maar ook ja. kennismaken. Met specifieke culturele professionals. Ja, en dat past voor mij ook heel erg bij. Ja. die professionali professionaliseringsvraag. Ja. Ja. ja, uitwisseling, maar ook tussen netwerken. hadden we het al even over samenwerken, inspiratie. connectie met andere ja. schoolbesturen. Inspiratie vanuit collega intermediair, samen leren, expertise delen. Ja. En ik zie daar ook de ondersteuning van collega's. Hè, waar me dit ook nog wel even aan doet denken is van goh, ook in die regio's zal er natuurlijk ook gezocht moeten worden naar commitment vanuit ja. alle partijen. En uh, nou ja, wellicht dat dat daar ook uh, aan kan bijdragen. Ja. Nog andere dingen die jou opvallen, Rolf? Um, ja, en meer kennisdeling. Ik denk nou, dat is natuurlijk een hele, hele mooie vraag, want we zijn nog lang niet uitgeleerd met elkaar. Nee, nee. vragen over de regionetwerken. Dan was het een duidelijk verhaal diotje. Mooi. Dankjewel. Dankjewel Rolf voor jouw input. Dankjewel. Laatste gesprek hier vandaag gaat over in eerste gaat over professionalisering. En voordat ik Monique uitnodig om hier bij ons te komen, kijken we nog even naar een filmpje wat ook heel mooi natuurlijk bij professionalisering aansluit, maar gaat in dit geval over het cultureel zelfportret. Ja. Wat kan ik? Wie ben ik? Hoe ben ik? En wat betekent dat voor mij en de ander? In mijn cultureel zelfportret laat ik zien wat ik heb gemaakt en wat ik meemaak. Ik ontdek wie ik ben en hoe ik groei in de wereld. Ik kijk, ik luister, ik voel, ik onderzoek. Het schilderij neemt me mee in mijn verwondering. Van heel dichtbij zie ik pootafdrukken in de sneeuw. Er zijn vogels in dit landschap. Ik hoor de sneeuw zachtjes kraken. Hoe ziet die vogel eruit? Waar leeft hij van? Ik fantaseer verder. De vogel heeft een grote snavel om de sneeuw mee weg te duwen, zodat ze het mos van de stenen kan eten. Ze heeft grote klauwen en die gebruikt ze om het mos van de stenen af te krabben. Haar grote vleugels gebruikt ze om andere vogels af te schrikken. Welke kleuren heeft de vogel? De vogel heeft een witte schutkleur met ijsblauwe strepen, zoals de lucht. De vrouwtjes zijn witblauw en de mannetjes witgrijs. Ik wil. Ik volg mijn gevoel. Ik vraag me af. Ik probeer. Ik ga een jurkje maken. Ik teken en ontwerp. Hij wordt ijsblauw, net als de vrouwtjesvogel. Ik zou niet zo snel een grijs jurkje maken. Ik vind grijs meer passen bij dieren. Wanneer ga je hem dragen? Ik kan je wel helpen. Ik rommel aan en verander. Ik gebruik materialen en nieuwe technieken. Het heeft me erg verrast dat ik een jurkje heb gemaakt uit zijn schilderij vol koude sneeuw. Op mijn cultureel zelfportret kan ik terugzien wat voor mij belangrijk is, delen wat ik ermee wil vertellen. En ik kan nieuwe vragen gaan onderzoeken. Zou ik uit een nieuw schilderij een dans kunnen maken? Inmiddels aangeschoven hier bij ons is Monique Kole, collega van Kunstlok Brabant, adviseur Cultuur, Educatie en Professionalisering. Uh, en met haar ga ik het ook hebben over professionalisering. Er staat ondertussen weer een vraag voor jullie die je als laatste vandaag mag gaan beantwoorden in deze slido, namelijk op welke inhoud hoop jij dat we in CMK3 een professionaliseringsslag maken? Dus daar mag je over nadenken en daar gaan wij heel graag zo meteen samen naar kijken. Fijn Monique om jou hier te hebben. Vorige week was het via Teams, maar was je toch gelukkig bij ons in huis. Nu gewoon hier. Live hè? Live. Live. Fijn dat je er bent. Professionalisering. Nou, we hebben het natuurlijk vandaag al een paar keer gehoord. In de nieuwe periode trekken we samen met de steden op als het gaat binnen CMK3. Wat betekent dat precies voor de samenwerking op het vlak van professionalisering? Ja, dat wordt een nog een uh, mooie uitdaging. Um, we hebben met elkaar zeg maar, de ambitie uitgesproken om een, uh, een platform in te richten met al het aanbod wat er in Brabant uh, uh, ja, te krijgen is. Dus het gaat over uh, trainers of kunstvakdocenten of co-teachers zoals wij die heel erg kennen. Ja. Um, dus dat is wat we waar we naartoe willen werken. Zover is het nog niet. Het is nog wel een mooie uitdaging, want ik denk dat er, heel, dat er heel veel mensen zijn die iets kunnen betekenen voor het onderwijs. Maar hoe maak je dat nou echt inzichtelijk voor intermediairs, maar ook voor scholen? Van wie heeft nu precies wat te bieden? Of uh, welke ja. kwaliteit kan ik uh, ergens verwachten? Uh, we hebben daar al wel een keer een voorschot op genomen. Een, uh, een dynamisch profiel voor cultuuraanbieders hebben we ontwikkeld. Uh, waarin aanbieders of trainers zich ook kunnen plotten. Zo van, nou, dit, ik ben een, echt een trainer en ik ga heel erg in op het vak. of ik zit heel erg op die competentieontwikkeling. Ik wil heel erg meekijken naar de leerling. Of ik zit heel erg op de competenties van leerkrachten. Mm -hmm. Ze zijn nou aan het kijken van oké, okay, maar als er dan heel artistieke kwaliteit aan bod komt, waar past dat dan dat in dan? het schema? Ja. Dus volgens mij is het daar nog niet zo op ingericht. Nee. Maar daar zou ik graag een slag in willen maken, ook samen met de steden, om te kijken van oké, okay, als we dan zo'n platform hebben. Ja. Nou, volgens mij is dat super mooi voor alle scholen. Maar hoe houden we dat ook inzichtelijk en uh, dat het aansluit bij waar scholen zeg maar hun vraag hebben? Ja, en wie dan ook waar zit eigenlijk ja. in dat proces? Ja. Ja. Is het zo dat dat instrument ook voor scholen een, uh, iets kan betekenen? Dat uh, kwaliteitsinstrument? Uh, um, ja, ik denk dat het scholen wel inzicht geeft in welke vraag ze nu werkelijk stellen. Ja. Dus we hebben gewerkt met dat um, uh, profiel. En toen bleek eigenlijk in de aanbiedingstekst van trainers en, en uh, vakdocenten dat het niet zo. Expliciet is wat ze nou precies willen gaan doen op die school. Oh ja, dus dat ja. kan beide kanten op werken. Dus als school expliciet iemand vraagt die echt gaat over die vakinvulling, of juist op die competentieontwikkeling, ja. dat ze daar dan ook in de tekst iets kunnen herkennen. Ja, zodat die verbinding ook ja. uh, beter aansluit. Ja. Ja. Dat instrument is ook online te vinden, denk ik. Hè? Het is online ja. te, in, uh, te vinden. Dus het, ja. uh, het heet een, een dynamisch profiel. Er is een soort een matchmetingprogram. Um, tekst is daarbij gemaakt ja. om een gesprek te voeren van oh ja, maar wat heb je dan te bieden? En wat heb ik dan uh, voor een vraag en hoe komt dat dan bij elkaar? Bij elkaar ja. Ja. Dus dat sluit denk ik ook wel aan bij het zicht houden op die kwaliteit van het aanbod. Ja, van het, zi ja het zicht houden op die kwaliteit, want dat is ook nog wel inter ja. interessant. Van hoe doen we dat nou? Hoe hebben we dat tot nu toe gedaan? Uh, tot nu toe hebben we vooral met mensen gewerkt die we heel goed kennen. En die we uh, ook in huis halen, daar een tijdje mee optrekken. Um, aansluitend bij de cultuurloper gekeken van... Nou, uh, wil, je, wil je die aansluiting maken? Sta je open voor ontwikkeling ja. om samen met elkaar te leren? Nou, die mensen die, die, die kun je terugvinden op onze website van de cultuurloper. Um, we staan ook altijd open voor nieuwe mensen. Dus uh, ik zou eigenlijk willen dat dat aanbod van kwalitatieve mensen... zeg maar ook groter wordt. Dus heel, soms dan komen intermediairs en die, ja, die stellen iemand voor... van nou, ik zou... Het tof vinden om met diegene te gaan werken. Dus uh, nou, meestal komt dat ook goed en is dat een aanvulling op de site. Ja. Um, maar ja, hoe het dan dadelijk eruit gaat zien, ja, dat weet ik niet. Dat zal zeker veranderen, maar zover is het ook nog niet. Dus dit jaar gaan we vooral nog gewoon werken met de mensen uh, die op de DCL-site staan. En hoe dat dan vanaf 2022 eruit gaat zien, ja, dat, dat weten we hopelijk in november. Dat is ook een proces waar ja. we samen in gaan, ja. ja. Je zegt al even, het komende jaar gaan ja. we in ieder geval werken met de wensen die op de website staan ja. ook. Ja. Um, wat betekent het sowieso, het omgaan met professionalisering? Hoe ziet dat er het komende jaar uit? Ja, voor het komende jaar is wel iets veranderd. Mm -hmm. um, we zitten in een transitiejaar. Dus ja. daar, dat moeten we in eerste instantie voor opstellen. We hebben de afgelopen jaren, uh, hebben we gewerkt dat scholen een aanvraag konden indienen via de website. Dat hebben we eraf gehaald. Dus er wordt geen, ze hoeven niet meer naar de website, dat liep ook niet goed. Uh, we kregen dat niet goed in het systeem. Als het achterbleef konden we het aan de achterkant niet verwerken. Dus die, die stap hebben we eruit gehaald. Um, de scholen die kunnen gewoon samen in samenspraak met een trainer. Een van de trainers die we op de site hebben staan, uh -huh. nemen ze contact op. Uh, met, samen met de intermediair, intermediair hebben ze misschien daar een gesprek over. Er wordt een offerte opgesteld en die offerte wordt ingediend. Uh -huh. En daar hebben we een drietal uh, data voor genoemd. Uh -huh. Eentje is net gepasseerd als 30 maart, een andere is 25 juni. En de andere is 21 november. Um, die deadline, die geldt eigenlijk, we sparen eigenlijk al de aanvragen op, om op die datum ook uh, met z'n allen, zeg maar met het hele scholingsteam, door te lezen mm -hmm. en te kijken wat ligt er nou eigenlijk allemaal en kunnen we dat gaan honoreren. We kunnen ook niet meer 75% honoreren, we kunnen alleen nog maar 50% honoreren, ja. tot nu toe. Mm -hmm. De eerste aanvraagronde heeft eigenlijk al heel veel opgeleverd. Dus we hebben iets van 35% van het budget, zeg maar, daarin al besteed. Oh, ja. Uh, dus we zijn, uh, we zijn wel goed op weg, maar ja. als het zo doorgaat, hebben we niet genoeg zeg maar, voor het einde van de rit. Nee. Uh, dus we wachten de volgende ronde aan. Mocht het blijken dat we te veel aanvragen krijgen, dan willen we kijken of we dat geld zeg maar, over alle aanvragen kunnen verdelen. Ja. Uh, we willen ook op een analytische manier naar, uh, kijken naar de aanvragen die er binnengekomen zijn, om te kijken van of oh, maar als dit de trend is. Uh, we zijn geen subsidieverlener met, uh, met professionalisering. We nee. willen zeg maar, ontwikkeling aanjagen. Ja. Voor professionalisering is dat eigenlijk heel goed gelukt. Dat, ja. is niet, dat is niet aan ons te wijten, dat is echt aan de intermediairs en ja. aan de trainers. Dat het zo goed gaat. Dat scholen echt geneigd zijn om uh, aan professionalisering te doen. Um, maar mocht het dan, mocht het dan onverhoopt zeg maar, meer aanvragen komen dan we kunnen behappen. Dan kunnen, we, dan kunnen we dat alleen maar uh, verdelen over de mensen... Uh, of over de aanvragen die er liggen. Ik ja. ben even mijn verhaal kwijt. Uh, dus voor 2022 moeten we opnieuw kijken van... oh, welke ontwikkeling willen we nu vooral aanjagen? Ja. Waar zien we vooral kansen? En wat gaat er nu al goed? Pakken scholen eigenlijk al heel erg goed zelf op. Maar waar lukt het dan nog niet zo goed? En waar, wat vereist zeg maar echt een, een soort van investering? Ja. Ja. Ik weet, het, ik weet het nog niet. Dus uh, uh, we zien al wel een soort van trend. Ja. Maar we zijn ook al acht jaar onderweg. Dus uh, we hebben ook al heel veel geleerd en opgehaald. Exact, ja. Dus in juni gaan we dat nog eens opnieuw bekijken. Ja. En uh, nou, ik heb zelf de wens om in november daar een, uh, een uitspraak over te kunnen doen. Van, omdat we dan al kijken naar het nieuwe jaar. Precies. En dan hebben we ja. misschien ook wat meer richting in hoe dat de komende jaren eruit ziet. Ja. 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 Helder, dankjewel. Ja? Okay. Uh, voordat we naar de vragen gaan, ga ik eerst kijken wat de reacties op de... Slido, zijn op welke inhoud hoop je dat we in CMK3 een professionaliseringsslag maken? Ja, ja mooi, hè? Kansen gelijkheid. ja, kansengelijkheid. Ja, er is binnen CMK3 één van de thema's is kansengelijkheid. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben de laatste weken daar enorm in ondergedompeld. Ik ben echt zeer betrokken geweest bij klassen, een soort van documentaire wat op TV is geweest. Er zijn pop-up-meetings geweest van wat is dat dan, kansengelijkheid? Kijkend naar onszelf, maar ook kijkend naar de docenten vanuit cultuur uh, die in het onderwijs aan het werk zijn. Ja, vanuit welke bril kijken wij naar de kinderen in de klas en naar het onderwijs zelf? Dus dat was, vind ik een mega interessant onderwerp. Um, ja, daar moeten we echt iets mee. Ja, en het hoe en het wat. Dat en is het hoe en het mij... wat. Maar het is ook nog heel erg breed. En ja. wat betekent dat dan werkelijk voor ja. ons? Ik realiseer me heel erg goed door welke bril ik zelf kijk. En ik weet dan ook nog niet zo goed van, oh, maar ben ik dan degene of wij uh, hier vanuit het instituut degene die dat aan... Of moeten we dat vooral in samenspraak met mensen doen die daarmee, uh, uh, ja, die mee daarmee van doen hebben? Ja. Dus dat. Dus dat is denk ik de uitdaging, dus uh, Zeker. Ben ik ben heel benieuwd. Ja. Zijn er nog vragen, Marlijn? Er is één vraag uit de chat. Ja. Ja, Ik heb van Suzanne, uh, die zit uh, natuurlijk op het VO. Uh, een hele specifieke vraag over aanbod. Mm -hmm. Of dat beschikbaar is voor VO-scholen. Met name voor kunstvakdocenten beeldend op het gebied van toepassing van media in de kunstvakken. Ah. Dus dat is heel specifiek hè. Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dus ik hoor heel graag van dit soort vragen. Dus, um, want we hebben in de aanvragen tot nu toe niet één VO-school. Nee. Dus dat blijft een beetje achter. Dus op het moment dat er vanuit het VO werkelijk een vraag is om iets te doen aan professionalisering. En dit is dan de wens. Nou, dan moeten we daar even samen naar kijken van hoe we, dat, uh, ja. hoe we daarin kunnen optrekken. En dat is interessant om te kijken van in hoeverre kunnen we die vraag. Is, die, is daar al ruimte voor bij de huidige trainerspoel. Ja. Dus zijn ja. er ook mensen die daar ook al uh, ja. mee aan de slag gaan, of vraagt dat ook om een andere ja. stap? Ja. Maar het is heel goed om die vragen wel uh, op te halen. Ja, te zeker. Ja. ja, laat het me weten. Ja. Marlijn, nog een vraag. Even kijken, ik ben hem aan het lezen van Marcia. Ik lees hem gewoon even voor, oké? Okay? Ja. <laughs> Als er vanaf 2022 dingen gaan veranderen wat betreft de scholingsregeling... Mm -hmm. probeer dat dan zo snel mogelijk helder te hebben voor scholen en intermediairs. Ja. Want scholen moeten daar rekening mee houden in hun eigen begroting. Ja, Marcia. Ja, Marcia, ja, <laughs> dat ga ik zeker doen. <laughs> Zodra wij iets weten... Het, maar, maar het is... Um, ja, ik wil geen... Ik wil me niet verontschuldigen of wat dan ook. Maar we zitten in het transitiejaar. Uh, de samenwerking met de steden. die heeft ook, uh, ja, die heeft ook, ja, dat heeft ook impact op de manier waarop we daarmee omgaan. Ja. Um, maar. En als het te laat is, uh, laat het me weten. Bel me op van Monique, hoe zit dat nou? We zitten nu op hete kolen. Ik heb nu aanvragen liggen van scholen. Doe eens een uitspraak. Ik, uh, uh, pak de telefoon en bel me op, zodat ik ook gewoon kan voelen wat, wat, uh, uh, ja, zeg wat er maar, speelt. Ja, wat ja. er speelt. Ja. Want hier probeer ik zeg maar de ruimte te nemen naar november. Ik denk, nou misschien is dat op tijd, maar als dat te laat is of dat je denkt van nou volgens mij moet je even wat snellere stappen maken, ja. duw me dan even wat aan, zodat ik daar uh, wat sneller in kan gaan bewegen. Mooi. Ja. Ja. En voel ik de ruimte en ik denk dat ook iets wel iets wat sowieso de komende jaren centraal gaat staan. Ja. Want hoe kunnen we dat ook op andere manieren gaan inrichten? Dus ja. die stimulering ja. die natuurlijk vanuit dit budget heel wenselijk is, ja. maar ook alle andere ontwikkelingen die er gaande zijn, ja. onder andere de menukaart rondom de coronagelden. Daar ja. zijn natuurlijk ja. uh, een heleboel ontwikkelingen gaande. Dus uh, is dat? fijn. Dankjewel Monique, voor jouw input nu. En uh, daarmee sluiten we dit plenaire gedeelte af. Uh, mocht je nou meer willen lezen, kijk dan natuurlijk op kunstloopbraman.nl en de cultuurloper.nl. Daar zijn alle instrumenten te vinden die zijn doorontwikkeld, maar ook alle informatie over CMK3, over nieuwe financieringsregelingen. Uh, en als er vragen zijn, als je meer wil weten, nou, Monique gaf volgens mij al een hele mooie aanzet, laat het ons weten en, uh, en in, uh, kom met ons in contact, want we willen natuurlijk heel graag samen met jullie uh, stappen gaan maken. Dan rest mij nu hier om iedereen te bedanken. Dank aan de collega's hier. Uh, voor het uh, samen maken van dit moment. Dank aan Peter voor de techniek. Uh, en jullie heel erg bedankt dat je hierbij was. Veel plezier straks bij de kletscafés en heel graag tot een volgende keer.